Met dit pistool is voor mijn ogen Pim Fortuyn vermoord. En toen ik de moordenaar achterna rende, heb ik recht in de loop gekeken. Het is de eerste zin van de ingezonden brief die Hans Smolders heeft gestuurd. Naar aanleiding van de interesse van het Rijksmuseum om het pistool van Volkert van de G in de collectie op te nemen. Smolders wilde vanwege zijn gezondheid niet voor de camera reageren. Maar liet in een telefonische reactie desgevraagd weten toch af en toe te reageren op onderwerpen die hem naar het hart staan. Het pistool is volgens de oud-chauffeur minder van historische waarde dan de vraag waarom en waardoor Fortuyn zo groot kon worden. Hij pleit dan ook voor een andere expositie in het Rijksmuseum. Een tentoonstelling over de vele onbetrouwbare en falende politici sinds de jaren 80. Het Openbaar Ministerie wil het wapen afstaan, mits de nabestaanden van Fortuyn daarmee akkoord gaan.